Dat ding is zo accuraat. Jongere mensen, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video op mijn kanaal GamesTrue. En in deze video gaan wij Fortnite doen. Natuurlijk wat super chill op mijn kanaal bekeken wordt en wat ik super chill vind om te spelen. Maar in deze video gaan we natuurlijk op zoek naar het gloednieuwe wapen. Natuurlijk de nieuwe SMG die in de game is gekomen. We gaan trouwens in Retail Row spawnen. En we gaan gewoon kijken of we natuurlijk dat nieuwe SMG'tje kunnen gaan vinden. Het is een super chill wapentje. Ik heb alleen de look gezien. Ik heb dus niet gezien hoe die schiet. Of hoe die klinkt. En daar ben ik best wel benieuwd naar. Want het is een suppressor. En er zit nog geen suppressor in deze game. Ja, nu dan wel. Dus we gaan natuurlijk kijken of we in Retail Row de suppressed SMG kunnen gaan vinden. Dus ik ben benieuwd. Ik ga bij dit grijze huisje hier landen. En ik ben best wel benieuwd, ouwe, of we hem gewoon gelijk kunnen vinden. Ik weet dus niet of je hem uit kisten krijgt of als die rennen gewoon op straat of in huisjes ligt. En ja, ik ben best wel benieuwd naar dit. Want er is een nieuwe, ja, DLC-wapen niet echt, maar gewoon een nieuw wapen in de game. Dus ik hoor hier al gelijk een kistje, dus we gaan dit dakje openbreken. En misschien dat we hem uit het eerste kistje al kunnen krijgen. En het is wel een grenade launcher, dat zeg je eerlijk, daar ben ik wel blij mee, oké. Ja, het is geen SMG. Ik ben wel echt gewoon in deze game. We gaan gewoon trouwens in deze video gewoon proberen totdat we die SMG hebben. Dus ja, ik zal gewoon een paar potjes opnemen als we dat moet. Dus ja, dan weten jullie dat. Oké, we hebben een shotgun. Dat is wel chill. Assault rifle ammo hebben we wel. Ik hoor hier trouwens een kist hoor. Dus die gaan we even looten. Ik ga even hierboven kijken. Dus oké. Oeh, shit ouwe. Een epic sniper. Oh, dit is de oude SMG. Oké, we pakken die sniper ook op. Oké. Oh, dit is een trap. Ik weet ook niet hoe die eruit ziet. Of die rare is, legendary of epic. Ik heb echt werkelijk geen idee, jongens. Ik heb gewoon niks gezien over dit wapen. Alleen de loot dus. Oh my god. Is dit hem? We hebben hem, ouwe. Oh my god. Oké, dit is fucking sick. Oké, holy shit. Oké, ik moet even kijken hoe die... Ja, fuck it. Ik doe het wel zo. We hebben hem al. Het is dus een common. Ik ga trouwens dat bosje niet oppakken, hoor. Ik vind dat een beetje een kut ding. Oké, we hebben hem al in het eerste potje, ouwe. Dit is fucking sick. Oké, ik wil... Oké. Waar ik nu echt benieuwd naar ben, is hoe die klinkt. Dus let's go. Oh, het klinkt... Dit is echt een mooi suppressor geluidje. Oh, ik zeg je eerlijk. Gewoon natuurlijk, in Call of Duty heb je natuurlijk ook suppressors en zitten. Maar ik vind het hoe het in deze game klinkt wel echt sick. Kijk hoe die eruit ziet. Echt zo'n James Bond wapentje, ouwe. Holy shit. Oké, hier ligt wel een kist. Oké, weer zo'n bosje. Dat bosje hoef ik niet. Ja, die SMG ammo die vind je op zich best wel veel. Dus daar ben ik wel blij mee. Ik heb er nu alleen niet zo heel veel kogels. Wat nu de challenge wordt is, jongen... We hebben gewoon... Oké, je kan hem dus ook gewoon vinden hier. Oké, dat is heel chill. Dat wist ik niet. Maar nu wel. Oké, nice. Ik wil nu eigenlijk wel nog een kill meemaken. Want dat zal wel echt super sick zijn. Ligt daar iets bijzonders? Is dat SMG ammo? Dat is... Oh, oké, dat is een AR. Ja, die wil ik wel even hebben. Dat doe ik dan voor deze autosniper. Ja, het is wel een beetje nu een beetje ruk kiezen van welk wapen ga ik nou meenemen natuurlijk. Want ja, je hebt nu een suppressor... oh, dit is niet goed. Zo, laat ik dat even doen. Je hebt natuurlijk een submachine gun erbij. En ja, meestal heb ik een sniper vast of medkits, weet je wel. Ja, nu wordt het wel weer steeds meer kiezen van... Yo, wat ga ik... Hier zit iemand. Broer! Ik wil je doden met dit wapen. Zit hij nou beneden? Hij zit hier. Hij zit hier binnen. Ja, ik weet dus niet of ik hem moet gaan challengen met dit wapen. Oeh, dat is een scope. Of met een shotgun. Ik wil het gewoon proberen met dit wapen, oké? Ik weet niet of het verstandig is. Ik weet dus ook niet hoeveel damage hij doet. Ik ga met de shotgun doen, oké? Ik zat vast in vuilniszakken, jongens. Kutzooi. Oh, dit was heel jammer. Shit. Ik sprong van het dak af en ik kon niet meer bewegen daar. Ik zat daar vast. Ah, jongens, we gaan gewoon een potje erachteraan doen. Gewoon kijken of we natuurlijk weer de SMG kunnen vinden. Want ik moet daar een kill mee pakken. Gaat hij hem oppakken trouwens? Kijk, ik zat vast daar bij dat rotzooi. Kijk, je kan daar niet weg. Ik moest weer springen en toen ging ik dood. Oh, hij werd geraakt. Nou, ik hoop dat hij dood raakt. Lekker puff voor hem. Gaat hij dood? Kom op, enemy. Kom op, je kunt... Ja, enemies blijven crouchend op de grond zitten. Ja, oké, leuk. Zo mensen, zijn natuurlijk bij het tweede potje aangekomen. En deze keer spannen we bij Salty Springs natuurlijk. Een chill startje en ik hoop dat er niet heel veel mensen heen gaan. Ik zie er wel een paar. Ik ga naar dit blauwe huisje kijken of we hier de SMG kunnen gaan vinden, jongens. We hebben net natuurlijk wel in onze handen gehad. Helaas hebben we daar geen kill kunnen mee maken. Dus ik hoop dat we hier wel een kill mee kunnen gaan maken. Oh my god, een legendary sniper. Een legendary sniper. Ik heb een ander wapen nodig nu, jongens. Er zit een guy bij mij. Ik heb een shotgun nodig, please. Dat is ammo. Ik heb niks aan ammo, jongens.
Oh my god, dit meen je niet. Dit meen je niet. Ik heb een legendary sniper. En ik moet een close quarter fight aan. Dit gaat nooit goed komen. Ik ga weg. Hij rent naar boven. Ik ga hier het glitchen. Let op. Fuck it. Ik moet een ander wapen pakken. Ik moet een ander wapen hebben. Jongens, ik heb niks aan de... Alleen maar ammo. Ik heb alleen maar ammo. Ik heb een sniper. Hij heeft een SMG. Dit vind ik niet leuk. Hij loopt hier. Hij loopt weg. Wat een gozer. OM fucking G. En hij heeft een SMG. Hoe de hel kun je het bedenken, ouwe? Hoe kan dit? Het is een... Oh shit, het is een common, denk ik. Of een... Volgens mij is dit een common, ouwe. Dat is super chill. Ja. Oh nee, dit meen je niet. Ik hoef niet doodgaan. Oké. Ik heb even een rustmomentje nodig. Ik heb geen idee hoe we de fuck we dit overleven. Die legendary sniper heeft ons wel twee kogels of twee kills opgeleverd, ouwe. Alleen ik moet nog een kill maken met dit wapen. Anders is de missie eigenlijk volbracht. Dan vind ik het prima. Oh my days. Ik pak wel even gewoon de nades en de shotgun ammo en de shotgun op. Want ja, ik weet dus niet of dit wapen heel sterk is van dichtbij. Dat gaan we natuurlijk zo meteen uitchecken. Wow. Holy shit, ouwe. Ik had echt niet verwacht dat we dat, dat we dat konden overleven. Wat raar dat die guy van mij af ging rennen. Wat de hel, kan die lopen? Oké, we gaan even een beetje kijken of hier meer mensen zijn geland. Ik zie daar wel gesloopt. Hier is sowieso ook al iemand geweest. Ook al zie ik de deurtjes nog wel dicht. Ik hoor geen kist. Ik hoor nu wel een kist. Kom op. Oh my god, ouwe. Ja, ik weet dus niet. Ja, we moeten... De missie is natuurlijk om een kill te maken met die SMG. Nu hebben we een... Ja, ik dacht een common versie van de SMG. Ik wil dat gewoon even zeker weten. Wat is dit voor ding? Een... uncommon. Oké, een uncommon. Oké. Ja, common is dus dat grijze. Een uncommon. Oh my god, daar loopt iemand. Dit is onze kans om er een kill mee te maken. Of natuurlijk te snipen. De boom staat ervoor. Ik ga er achteraan. Want dat is onze misschien wel enige kans deze video om hiermee een kill te maken. Als ik met de sniper gewoon een kill kan maken, maak ik dat... Hij gaat daar boven... Oh, dat ding is zo accuraat! Hij is heel weak. Kom op. Ik heb hem. Oh my god. Onze eerste kill met de SMG, jongens. Oh. Hoe accuraat schoot ik daarmee, jongens? Ik zeg je eerlijk... Oh, hij heeft een shotgun. Oh, wat zielig. Oh, daar kon hij niks. Ik pak wel even deze shotgun op. Dus denk ik wel iets chiller. Oh my god. Oké, ik ben blij, jongens. Ik ben helemaal het mannetje nu. We hebben een legendary sniper, 2 kills. Maar we hebben ook waar het om draaide een SMG kill. En daar ben ik wel zeker blij mee. Dat ding is dus best wel accuraat. En dat is denk ik wel het chillere aan dit. Volgens mij kreeg ik 17 damage per hit. Gewoon op de borst, zeg maar. En ik had niet echt helemaal goed opgelet. Ik kon het ook niet heel goed zien. Want je kreeg wel heel veel hits. En ja, op zich is dat wel chill aan het wapen, denk ik. Gewoon dat hij heel accuraat schiet. Maar dat geluid, ouwe, dat is wel echt sick. En je kan hem gewoon inhouden natuurlijk. Kijk, als je inhoudt, dan blijft hij gewoon de hele tijd door achter elkaar doorschieten. Daar kwam ik ook pas later achter. Ik zat eerst alleen maar te tappen, hè. Dat was echt niet normaal. Oké, misschien dat we hier nog even wat extra ammo'tjes kunnen inslaan. Want ik heb niet heel veel ammo. Het is al wel geloot. Oké, ik denk niet dat we hier veel kunnen vinden. Laten we gewoon naar de safe zone gaan. En dan zien we daar wel. Want ja, we hebben wel... Ja, we hebben geen assault drive. Oké, fuck it. We gaan het gewoon proberen, jongens. Only sniper. Gewoon wat we nu hebben. Hiermee gaan we proberen te winnen. Als we natuurlijk niet winnen. Ja, dat is, ja, who cares, hè. Dat is helaas dan maar. Oh, fuck. Je ziet die HP-bar van die supply drop gewoon helemaal door de muur heen. Lol. Dat was wel sick. Oké, dit is ook een goede shit, man. Ik heb wel wat SMG ammo nodig. Want volgens mij schiet je dit best wel snel uit je wapen. Dus dan ben je ook best wel snel leeg. Natuurlijk, die legendary sniper gaan we wel gewoon goed gebruiken. Zoals daar bijvoorbeeld. Ik hou van snipen in dit spel, ouwe. Ik vind dat zo chill. Ik zeg het je eerlijk. Dat snipen... Ik weet het niet, man. Het is geen gewoon een kick als je iemand in één kogel neer hebt met een sniper.
Waar was dat? Dat was bij die boom. Daar, ik zag je. Shit. Hij heeft een autosniper. En ik heb een solo shot. Ik ga hem pushen. Ik heb een SMG, dus dan kunnen we het gewoon proberen. Hij blijft de hele tijd snipen. Ik denk, hij heeft een autosniper. Hoe wordt hij nou in zijn nek genomen, joh? Ik weet het niet. Ik zie hem niet meer achter die boom. Oké, dit wordt een spannend dingetje. Ga ik... Ik weet niet meer waar die... Shit, zo jongens. Oh my god, ouwe. Hij kwam opeens naast me. Ik schoot gewoon van de schrik, ouwe. Ik had hem niet door. Oh shit. Maar jongens, deze video was niet bedoeld natuurlijk om te gaan winnen. Het was meer gewoon bedoeld om natuurlijk deze submachine gun te gaan testen. We hebben 1 kill ermee gemaakt. En deze guy wordt ook vol door zijn kanus gesnijd. Gaat hij nog een keer raak? Hij heeft het niet door, hij zit daar rechts. Zie je, hij heeft het niet door. Oh my god, jammer. Oké. Nou, we zullen wel zien of hij doodgaat. We zullen het wel zien. Maar jongens, de submachine gun is natuurlijk super chill wapen. Je zag hoe accuraat hij schoot. Ik had gewoon heel veel kogels geraakt. En ja, hij is niet... Ja, mensen zeggen... Ik had in de Discord gezien dat mensen het best wel heel erg sterk vonden. En mijn mening, ik vind dat niet. Ik denk dat het gewoon, zeker in dit spel, snipers zullen altijd domineren en scars. Die wapens zijn gewoon, ja, dat is gewoon, iedereen wil die wapens hebben en die zijn ook het sterkst. Dus ik denk dat die wapens wel nog steeds het sterkst zijn. De submachine gun is gewoon een leuke toevoeging. Ik vind dat ze hem gewoon goed hebben gebalanceerd. Want ja, zijn mobilisatie, zeg maar, dat hij heel stil blijft en dat er heel veel kogels gewoon recht vooruit gaan en heel veel kan raken, is wel echt chill. Want anders zou dit wapen wel heel slap zijn geweest. En ik vind vooral het geluidje wel super sick. Alleen, ik vind hem niet echt het sterkste en chillste wapen in de game. Maar ja, dat is mijn mening, jongens. Vergeet niet zeker jouw mening dan over het nieuwe wapen in de reacties te laten horen. Want ik ben best wel benieuwd wat jullie over dit nieuwe wapen vinden. Ik vind het natuurlijk wel gewoon een superleuke toevoeging. Het is de eerste gloednieuwe wapen in Fortnite. En ja, ik vind het gewoon super sick hoe ze die updates steeds doen. En ik ben best wel benieuwd hoe ze bijvoorbeeld bij kerst een update gaan doen. Dus ja, jongens, we hebben het wapen kunnen uittesten. We hebben er een kill mee kunnen maken. En we hebben het geluid en alles kunnen horen. Dus jongens, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog hier. Reactie over de SMG achter te laten. En dan zeg ik tot bij de volgende video. Later mensen.